In deze film ga ik een HDR maken van één enkele foto. En ik kies uit een van deze foto's en wel de allereerste. Is daar een speciale reden voor? Nou, niet echt, maar ik vond het op zich wel een fraaie foto. Waarom zou je een HDR willen maken uit één enkele foto? Nou, op zich is dat soms wel begrijpelijk. Je hebt misschien niet altijd een statief bij of er zijn bewegende dingen op je foto. Maar het dynamisch bereik van je camera is groter dan je denkt. Wat is een HDR? Nou, ik heb al een keer een filmpje gemaakt over HDR maken in Lightroom. Klik hierboven even op de link. Maar ik zal het toch nog even kort aanstippen. Het menselijk oog kan een bepaald verschil tussen licht en donker overbruggen. Donkere partijen zoals hier linksonder en lichte partijen zoals in de lucht. In de camera is dat bereik een heel stuk kleiner. De camera kan niet zoveel verschil tussen licht en donker zien vergeleken met jouw ogen. Maar uh, met een HDR kun je foto's maken die uh, op het donker belicht zijn, en foto's maken die op het lichter belicht zijn, en dat dan samen combineren. Lukt dat nou niet, dan kun je het ook met één foto een klein beetje uh, benaderen. zeg maar. Het is natuurlijk niet zo goed als dat je allemaal verschillende foto's maakt. Maar zoals in dit geval, ik had geen statief bij en noodbreekt wet. Want het dynamisch bereik van je camera is vaak groter dan je denkt. Ja, daar zit hier linksonder nog wel een klein beetje tekening in en rechtsonder ook. En in de lucht is het uh, eigenlijk gewoon lijkt het helemaal stuk te zijn. Het lijkt helemaal te licht. En dat is ook te zien in het histogram. Aan de rechterkant waar de lichte partijen zitten, daar piekt het gewoon tegen de kant aan en dat betekent dat er geen informatie meer in zit. Maar als ik bijvoorbeeld aan de belichtingsslider trek dan zie je dat dat toch nog allemaal wel meevalt en ik kan daar toch nog gewoon een blauwe lucht van maken alleen is het onderin veel te veel. Zou ik nu de schaduwpartijen optrekken dan krijg ik dat ook wel weer een stuk terug en ook met de zwarte tinten maar het wordt er eigenlijk niet fraaier op. Maar ik kan het ook anders doen. Ik kan ook van deze ene foto een HDR-opname maken. En hoe doe je dat? Nou, door de foto een aantal keren te kopiëren. En geen echte kopie, maar een soort van virtuele kopie. En dat doe je door er met rechts op te klikken en te kiezen voor virtuele kopie maken. En als je dat één keer doet, dan heb je gewoon twee dezelfde foto's. Althans, het lijken twee dezelfde foto's, maar het is een virtuele kopie. De sneltoets dat is Ctrl-tilde. En ik maak in dit geval even vijf kopieën. De eerste foto, die laat ik eigenlijk ongemoeid. Van de tweede foto ga ik de belichting iets donkerder maken. En ik ga hem één stop onderbelichten. En dat betekent dat ik eigenlijk gewoon de slider op min 1 zet. En ik doe dat gewoon netjes. Ik typ gewoon keurig in min 1. En de tweede foto maak ik nog iets donkerder. Die geef ik de waarde min 2. De derde foto, daar ga ik mijn donkere partijen mee aanpassen. Dus die maak ik lichter. Eén stop wel te verstaan. En de laatste foto maak ik twee stops lichter. Dit is dus mijn, mijn originele foto. Dit is allemaal erg leuk voor het middengebied van de foto. Prima is het daarop te zien. Maar op de foto waarin het donkerder is, is het alweer fraaier in de bomen. En de foto waar het erg donker is, daar komt mijn blauwe lucht gewoon tevoorschijn. De foto die één stop lichter is, laat iets meer detail zien in de donkere gebieden en de allerlichtste foto brengt dat nog een beetje verder op. En deze foto's ga ik dus gewoon net als normaal combineren als een HDR. En dat doe ik door ze gewoon allemaal te selecteren. Dat kun je met de Ctrl ingedrukt en ze even los aanklikken. Of als je de eerste of de laatste hebt geselecteerd, de Shift inhouden en de andere selecteren. Of met de sneltoets Ctrl A. En vervolgens druk ik er met rechts op. En ga ik hierboven naar Foto's samenvoegen. En dan HDR. Oftewel de sneltoets Ctrl H. En Lightroom gaat voor mij aan de slag. Het gaat gewoon even lekker alles uitrekenen. En vervolgens zal het met een HDR op de proppen komen. Gecombineerd van deze vijf foto's. En je ziet het al in de achtergrond. Dit is uh, het voorlopige resultaat. Nou, dit vind ik op zich wel goed. Ik blijf gewoon bij automatisch uitlijnen. En automatische instellingen. Schimmen verwijderen, die had ik niet. Dus we hebben hier geen eentjes rond die op de ene foto links zitten en op de andere foto rechts. En zou dat wel zo zijn, dan is het nog niet nodig, want ik ben met één foto begonnen. En ik druk gewoon op samenvoegen. Nou, Lightroom rekent nog gewoon verder. Dat zie je ook linksboven. En uiteindelijk zal er gewoon een zesde foto onderin bijkomen. En dit is dus de HDR van mijn foto. Kijk ik bijvoorbeeld nog even naar het origineel, dan zie je dat de HDR in de schaduw veel meer tekening heeft en ook bovenin. En er zijn ook wat lenscorrecties toegepast zie ik. Nou, en ik kan vervolgens nog aan deze foto allerlei dingen gaan doen. Ik kan nog gewoon uh, hooglichten verder aanpassen als het me niet zint. En ik kan bijvoorbeeld ook de zwarte tinten nog een klein beetje terugtrekken, het contrast een klein beetje omhoog, misschien de, de witbalans een klein beetje warmer, totdat ik gewoon een, een mooie foto krijg die naar mijn zin is. En zo kun je toch, als je gewoon ergens bent waar veel mensen zijn en waar het op zich een groot verschil is tussen licht en donker, één enkele foto maken en daar later in Lightroom een HDR van maken. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.